Het besluit is genomen. Frits van Eert stopt als directeur van Jumbo. Tenminste, tijdelijk. De topman zat vorige week 5 dagen in de cel na een inval in zijn huis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een grote witwaszaak. Wij spraken met 3 experts over de situatie. Volgens hen is het slim dat Van Eert zich gedijst houdt. Ze noemen dat in het Engels garden leave, dus vrij krijgen om de tuin te doen. Ik weet niet of Frits van Eert een groene vingers heeft, maar als hij dat heeft, zou ik zeggen, ga wat snoeien. Eerst, wij weten ook gewoon nog helemaal niet wat er nou precies aan de hand is. Hè. Dus misschien is het ook wel een storm in een glas water. Van Eert is nu tijdelijk opgestapt. Als Jumbo geen familiebedrijf was geweest, had het heel anders kunnen lopen. Een zaak als deze stemt aandeelhouders namelijk niet erg vrolijk. Als het een beursgenoteerd bedrijf is, dan worden aandeelhouders met name heel erg zenuwachtig. En dat kan hele kwalijke gevolgen voor de beurskoers hebben. Je kan niet, als je CEO bent van een groot bedrijf, kan je zeggen dat dingen zich uitsluitend in de privésfeer hebben voorgedaan en dus geen invloed hebben op je functie als CEO. Want als CEO ben je gewoon het boegbeeld. Hopelijk, zeg maar, voor Jumbo en de familie van Eert blijkt dat er gewoon inderdaad een storm in een glas water heeft plaatsgevonden. Ja, en dan zou ik ook gewoon mijn verhaal wel vertellen van oké, hoe zit dit nou precies en wat is er nou gebeurd? Want kijk, wat er helaas altijd gebeurt in de publieke opinie is, men hoort iets en dat blijft lang aan je plakken. Tenzij je inderdaad gewoon heel stevig campagne gaat voeren of in ieder geval gaat communiceren. Als Van Eert echt schuldig blijkt te zijn, dan kan het zomaar zijn dat deze tijdelijke oplossing permanent wordt. Is het iets wat inderdaad echt gewoon zeg maar, ja, te verwijten valt, ja, dan bestaat er nog maar 1 oplossing en dat is gewoon inderdaad ja, weg.